Logistiek project is een niveau 2 opleiding op het MBO. En als je niveau 2 opleiding doet, moet je een voldoende halen bij je eindexamen op Nederlands. Nou, dat is voor de meeste van deze statushouders is dat niet mogelijk. Dus wat we doen, is dat we een niveau 1 opleiding hebben met de generieke vakken, dus waar Nederlands onder zit, maar de praktijkvakken op niveau 2. Waardoor ze dus wel gewoon gediplomeerd dadelijk logistiek medewerker zijn en gewoon een goede kans hebben op die arbeidsmarkt. Maar ook met een baan de opleiding verlaten. Wij zien vanuit onze zakelijke relaties natuurlijk dat wij niet meer altijd de mensen kunnen leveren die zij vragen. Aan de andere kant zien wij een hele grote doelgroep mensen die we niet kunnen bemiddelen naar een baan, omdat ze net iets niet hebben wat een opdrachtgever wel zoekt. Dus we hadden zoiets van, ja, we moeten ergens een oplossing gaan vinden. En dat vinden we dus nu in de groep de statushouders. Ja, en dat is naast maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, gewoon een waanzinnige kans. Ben je blij dat je deze opleiding mag volgen? Ja, natuurlijk. Ja? Ik ben blij dat ik ga veel contact met mensen maken. Dat is heel goed voor mijn taal ook. Ja, ik vind het leuk. Dat is mijn gewenst waarop. Ik heb nog niet deze kans gekregen vroeger. Maar nu, ik heb dat gelukkig die kans gekregen. Dus ik ga verder met de opleiding en met dit project. En wat gaat er nu als eerste gebeuren? Nou, de kick-off die we vandaag hebben natuurlijk. Waarbij we een aantal opdrachtgevers van ons ook hebben uitgenodigd. Die toch misschien wat stereotypes ook in hun hoofd hebben. Willen laten ervaren van, hey, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Gun die mensen een kans. Ja, en dan willen we uiteindelijk die 1-2'tjes maken dat die mensen die hier zitten ook hun werkplek gaan vinden. Waar wil jij werken? Ik wil graag in Doetinchem in transport werken. Dat is een goede stap voor mij als eerste stap. Hoe leergierig zijn ze? Ja, kijk maar rond. Ze waren allemaal een half uur te vroeg. Dus ze zijn heel erg enthousiast om te beginnen. Hebben jullie ook vertrouwen in een goede afloop? Ja, absoluut. Anders waren we er niet aan begonnen. Okay. Zeker.